Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Laat ik weer vloggen, het is vandaag nieuwjaarsdag, dus dat betekent dat ik weer ga vloggen voor jullie. Wat ik vandaag allemaal ga doen, ik ga mijn kamer een beetje opruimen, want mijn kamer is echt een bende. Dus dat ga ik doen, dus dat. Wazig was dat kruis, maar dat ga ik doen, alles weggooien wat ik niet meer wil. Want hier achter mij heb ik een kast staan en daar liggen allemaal gratia's. En dit ga ik ook even allemaal opruimen. Dit hier, dit gedeelte ga ik ook opruimen. Dus dat, echt super leuk. Dus het is nu ongeveer, het is nu 10:06. Ik ben al vanaf 12:00 wakker. Ik heb echt letterlijk een uur lang met Kaya en Ilona aan de telefoon gehangen. Via WhatsApp. Dus dat was wel chill. Ik ga nu even naar beneden. Ik ga even ontbijten. Ik denk dat ik ga ontbijten met een oliebol. Want we hebben er nog zoveel over. Dus dat ga ik doen. En dan zie ik je zo. Een oliebolletje als ontbijt. Yeah. Ja, extra veel calorieën dus. Goedemorgen, het is 2016. Ik zit dus nu hier op mijn bed / bank. En ik ben op mijn computer ben ik vlogs aan het editen. Dat moet ik zo doen. De vlog van gisteren en de deel van vandaag. En dus dat ga ik nu doen. En het is nu 3:15. En ik heb verder niks gedaan. Alleen maar opruimen. Ik ben al wel best wel ver gekomen. Ik heb dit al helemaal af. Oh, overpak. Alleen dat moet ik nog doen. En dan. Voor de rest is het vandaag een chill dagje. Dus dat is wel chill. En ik dacht, laat ik maar doorgaan. Ik probeer het heel jaar lang te vloggen. Ik hoop dat het me gaat lukken. En morgen ga ik naar Amsterdam. Om te gaan schaatsen. Met Jamira en andere mensen en zo. Super gezellig. Dus dat ga ik nu doen. Ik ga nu even. Een vlog kijken van Jill. Daarna ga ik mijn eigen vlog editen van gisteren. En dan zie ik jullie. Ik lig in mijn bed. Nou, eigenlijk lig ik op de bank. Het is nu ongeveer 9:00 geweest. Of over 8 minuten is 9:00. De allereerste daily vlog staat online. En dit is de vlog oudejaarsavond. En het duurt maar liefst 20 minuten. Ik ben weer van plan om een Snapchat Q&A op te gaan nemen binnenkort. Dus ik laat wel weten via Snapchat wanneer ik dat ga doen. Morgen is het alweer de derde vlog. Maar dan ga ik naar Amsterdam toe. Super leuk. In de vorige vlog zei ik dat ik vandaag... dat deze vlog op morgen pas online kwam van oudejaarsavond. Maar die kwam vandaag dus online. En voor jullie gisteren, heel ingewikkeld als ik het maar snap. Dus dat is helemaal chill. De eerste vlog duurt gewoon 20 minuten. Ik ben van plan om nu heerlijk op de bank. Jullie noemen het bed, ik noem het bank, laat maar. Lekker vlogs te gaan kijken op YouTube. En ondertussen even mijn powerbank uit te gaan pakken. Die ik had gekocht. En op te laden. Want morgen ga ik natuurlijk naar Amsterdam. En dan moet ik morgen om 7:30 mijn bed alweer uit. En dan moet ik de bus pakken. En echt gezeik en zo. Maar dan kom ik morgen aan om... Wat zal het zijn? Om 7:45 ben ik op Centraal. Maar ik weet niet of ik met de bus moet gaan of met de fiets. Want als ik met de fiets ga ben ik sneller. En als ik met de bus ga, dan moet ik na Amsterdam nog gaan wachten op de bus. En als ik dan zeg maar met mijn fiets... Dan kan ik mijn fiets snel pakken. Dus ik heb nog geen idee. Ik ga lekker vlogs kijken. En dan spreek ik met deze bruisbal in bad. Ik weet niet hoe die heet. Maar ja. Ik weet dus niet hoe die heet. Maar ik zal de naam wel in beeld zetten. Ik ga lekker in bad. Dus ik kan hem nu even uithalen voor jullie. Want ja. Dan zie je bruisbal. Hij heet van Dragon Egg of zo. Maar ik heb net al iets in bad gedaan en er komen allemaal papiertjes uit. Dus ik ga dat zakje er even uithalen. Wacht even.
Het zakje is helemaal nat nu. Ja, ik ga dus nu met jullie de bruiswammen in. Dus dit is er. Zo. Ja. Wat? Dat komt hier. Oh my god, deze video is echt heel erg leuk. Shoplog, Lofies, Adidas en more van het YouTube kanaal Trend Gloss. En ja, het klopt, Gloss. Deze is, hoort bij de familie van Food Gloss, Beauty Gloss, Vlog Gloss en alle glossjes in de wereld. Denk ik. En ik ga een stukje met jullie kijken. Ik ben weer een paar dagen lekker bezig shoppen. En ik heb een beetje... Dit is Claire. Echt. Als ik één YouTuber... Ja, ik wilde eigenlijk meer ontmoeten. Maar ik denk dat Claire ook op mijn lijstje staat. Met welke YouTubers ik dit jaar nog wil ontmoeten. Dus morgen is trouwens de meeting van de YouTube meeting. En dat is in Amsterdam om 14:00 in het Vondelpark. Ik zal er ook zijn. Maar Aimee van der Pijl komt ook. En die wil ik al zo lang ontmoeten. Nanne Meijer komt. Erikos, Joost. Nee, geen Joost. Jan. Wie komt er nog meer? Romy, een vriendin van mij, komt ook. En ik zie Kaya weer. Ik zie Ilona weer. Dus het wordt helemaal gezellig. En ik ga deze video afkijken. Ondertussen zijn mijn power... bankjes aan het opladen. En hier ligt er één. Oh, hier ligt er één. En hier ligt er één. En ondertussen ben ik een video aan het kijken van Jamie en Rutger. Dus dat. Ik ga nog even naar beneden om met mijn ouders te gaan chillen. En dan is de allereerste dag voorbij van het nieuwe jaar. Het gaat echt super snel. Het is nu 11:30. Mijn wekker gaat morgen om... ik weet niet eens meer hoe laat hij gaat. Maar ik zit nog steeds te twijfelen of ik morgen met de bus moet gaan of moet fietsen. Dus. Ja, geen idee. Maar sowieso ga ik morgen ook wel weer vloggen voor jullie. Omdat het daily vlog is. Want ik probeer een heel jaar te vloggen dagelijks. Hoop dat het me gaat lukken. En bijvoorbeeld met vakanties of zo, dan kan ik niet uploaden. Maar dat zou ik dan wel zeggen in die vlogs. Ik heb een beetje YouTube video's zitten kijken. Super chill. Ook hele oude video's die ik al 3000 keer heb gezien. But okay. Ik ga even naar beneden. Dat ga ik doen. En ondertussen laat ik even mijn powerbankjes op. Morgen denk ik ook nog dat ik ze even oplaad. Want deze hangt nu in de computer. Deze hangt nu in het stopcontact. En ik vind het wel chill. Omdat je dan best wel veel oplader dingen hebt. Zeg maar, je hebt dan gewoon heel veel oplaadmomenten. Goed verhaal, echt lekker kort. Maar je hebt dan altijd reserve-energie bij je, zeg maar. Laat ik het zo zeggen. Omdat je in Amsterdam ben je constant bezig met winkelen. Weet je wel, en ik wil ook nog schaatsen. En ik wil ook gewoon dat mijn telefoon op de heenweg en op de terugweg wel gewoon nog gebruikt kan worden. Omdat ik muziek ga luisteren en ik neem ook mijn koptelefoon mee. Dus dat is wat chill. En dan heb ik er gewoon twee. Ja, ik heb er twee gekocht. Ik heb er één gekocht en eentje had ik er nog echt al. Deze powerbank is denk ik al 2 jaar oud of zo. Want die heb ik ooit een keer gekocht bij de Primark. Voor maar 7 euro of zo. En deze heb ik gewoon voor 2 euro gekocht. Dus ik denk dat ik er binnenkort nog eentje ga halen. Gewoon, je kan niet genoeg powerbanks hebben. Dus beste uitvinding ooit. Ik ga nu bij deze ook de vlog afsluiten. Dan kan ik hem zo meteen namelijk heel snel gaan editen. En dan gaat hij opslaan. En dan zie ik jullie morgen weer bij een nieuwe dag. Een nieuwe vlog. Tot morgen. Doei.